blij. Jullie blij. Wij allemaal blij. Blij. Ik ben er klaar mee. Yes, jongens, man, we zijn weer in de building. Het is een mooie QC in het gebouw als een broodje bepouw. En het is weer maandag. En dan denken jullie, wat is er op maandag? De vaste kijkers weten het. Het is weer tijd voor Reddit Reactie. Jullie kennen het concept ondertussen. Ik heb een meme-pagina waar memes voor of over mij worden gegooid. Daar ga ik op reageren. De community is blowing up. Het gaat lekker, man. We gaan gewoon weer kijken. Ik ben benieuwd wat er allemaal om af gaat komen. Nou, snelle introotje, man. Nadat jullie even hebben geabonneerd. We hebben nog 4K te gaan naar de 600K. Dus abonneer nog eventjes snel. En dan zijn we nu ready, steady, to go. Hoe je wil. Let's go. Mee. Ah. Wishing I was his controller. So he touched me that much. Oh, nee. Nee. Ik kan mijn klok al op gelijk zetten. Dit gaat niet goed. Dit zie ik al aankomen. Nee. Beste mevrouw, je wilt niet mijn controller zijn. Misschien iemand anders een controller. Mijn controller wil niemand zijn. Zelfs mijn controller wil niet mijn controller zijn. Maar... Ik weet niet waar die ligt. Ah, ik wil eventjes laten zien dat hij nog leeft. Maar hij blijkt vermist te zijn. Misschien is hij de benen genomen. Misschien dacht hij, weet je wat? Shit. I'm out here. Oeh, jongens. Het is weer tijd. Reereis met de positiviteit is QC. Ik ben benieuwd. Hij is weer terug. De legende. Jullie blij? Wij allemaal blij. Allemaal. Ja, zie je remix van gemaakt. Godverdamme! Godverdamme zeg! Ja, dat is een leuke bespreking. Ik blij. Jullie blij? Wij allemaal blij. Rot op! Ik blij. Jullie blij? Wij allemaal blij. Smeer, Kees. Het is niet zeker, maar ik heb het gevoel dat ik hem zou hebben. Gaat verdomme, man. Hé, hey, hij gaat weer verder, hij gaat weer verder. Wat is dit dan? Rustig. Daar. Ik blij. Jullie blij. Ja. Ik ben er klaar mee. De legendary, ik ben er klaar mee. Het mooiste is zeg maar, toch? Positiviteit, jullie blij, ik blij, wij allemaal blij. Ondertussen zie je mijn f***ing hard rage. Jullie blij, ik blij, positiviteit. Jongens, ik zat weer op die poeken, laten we even op die beelden weer letten. Ik blij, jullie blij, wij allemaal blij. Jullie blij, ik blij, positiviteit. Ik blij, jullie blij. Smeel op. Godverdomme man, krijg de malaria in je kuit of zo. Wat de f*** is dit? Ook de malaria in je kuit. We kunnen dit beter een raidsong noemen. Maar shout-out aan Reereis. Nee, dit is weer een knal op staaltje werk. Vooral omdat hij de opposites pak. De positiviteit om te zien me boos worden. Hij doet het weer even hoor. Wie heeft dit gedaan? Waarom is mijn bek zo? Waarom? Nee, ik weiger dit. Ik weiger dit af te kijken. Met dat gekke wonwapen, het AI, iedereen zie ik het gebruiken. Ik denk wel dat we een van de eerste waren hier op onze Reddit. Maar ik wil het niet claimen, maar we waren er vroeg bij. Nu zie ik het pas iedereen gebruiken. Nee man, we waren er snel bij. Maar nee, dit kan ik niet accepteren. Dit gaan we niet, maar dan ook niet doen. Nee. Wanneer je als kind naar binnen ging om water te drinken en je moeder je vervolgens niet meer naar buiten liet. Ja. Ja, deze hebben we allemaal meegemaakt. Je gaat even lekkertjes naar binnen. Je denkt, hè, vooral in de zomer, je hebt dorst, je keel is... Je denkt, oké, ik ga eventjes drinken binnenhalen. Misschien niet eens water. Siroopie, ook lekker, ook goed. Gewoon die zelfgemaakte, een beetje erin, een beetje water. Maar nu kom je binnen en mama zegt, oh, ja, je gaat niet meer naar buiten. We gaan straks eten en daarna ga je huiswerk doen of weet ik veel wat. Je blijft binnen. Bro, heartbroken. Ja, accuraat. Heel accuraat. Oh, alsjeblieft. Alsjeblieft, val. Alsjeblieft, val. Alsjeblieft, val. Nee, hij valt niet. Ik weet het. Ik ben gemeen, omdat ik hoop dat hij viel. Ja, sorry dat ik zo ben. Maar als je zo wilt dansen, dan vraag je erom. Maar meneer is stabiel. Meneer heeft balans. Maar ja, hij viel niet. Yo, Q. Hey,
Martijn hier, aka Wicked Painter. Kan jij nog herinneren dat je zei in Reddit 13 van... als iemand mij kan maken met een meisje met een parel en het gezicht erin. Nou jongen, ik heb het toch voor je gedaan hoor. Ja. Ik had eerst even te denken van, waar heeft hij het over? Maar mij is bepaald, zo heet dat schilderij natuurlijk. Ja, bro. Ik vind dit leuk, man. Ik vind dit leuk. Bro, connect mij, stuur mij een beeldje of ik weet niet wat. Maar we moeten eventjes, connect raken. En als je wil, koop ik hem zelfs van je over. Maar deze moeten we hebben, man. Laten we het artistiek noemen. Laten we het, we noemen het artistiek, ja? Ik weet niet of ik er helemaal op lijk. Het lijkt een soort van mix op het meisje van de parel met mij. Ik zie wel een paar van mijn kenmerken. Maar ik vind hem prachtig genoeg. Dus als je dit schilderij wilt delen met me, ik wil hem ook desnoods kopen van je. Geen probleem. Ja, maar deze schilderij moet ik in handen krijgen, man. Ja, dit is een knopstaaltje werk. Ik weet nog steeds niet wat ik helemaal van moet vinden, jongens. Maar in ieder geval, ik moet hem hebben. Met heel de meme eromheen dat ik het vroeg en dat iemand het toch doet. Ja, keihard, man. Pop Smoke featuring QC. Ja, dit ziet er tof uit, man. Ik weet niet hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Ja, waarschijnlijk gewoon mij uitgeknipt en Pop Smoke uitgeknipt. Ja, maar Pop Smoke, man. Legendary, man. Oh nee, jongens. Onze buurman is terug. Buurmannetje. Wat hij ook heel vaak deel 3. Is niet boos zijn, maar is lachen. Dat klopt. Heel hard en heel veel lachen. De hele nacht door. Ik kan zo toch niet opnemen. Als hij de hele tijd er doorheen aan het lachen is, dan kan ik... Ja, buurman is het zat. Ik probeer via op te nemen. Altijd, stoppen nu. Oh god, Jussie, als jij dit kijkt, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga weg hier, ja. Ik ga weg, ik kom niet meer terug. Nee, waarom? Nee, dan kun je boos worden, maar ik... Nee, ik ga... Ja, origineel dit weer. Oh, deze man, ik zweer het, ik heb al 2 maanden niet geslapen. Oh, sorry bro. Ja, dit is weer leuk gevonden. Sorry buurman, je weet toch, wat moet ik zeggen? Ik kan alleen mijn excuses aanbieden en het vervolgens gewoon weer doen. Schilders zijn die een schilderij zouden willen maken van, ja, van het gezinnetje. Van op een canvas. Ik zou dat heel erg waarderen. QC wel een familieportret, dat klopt. Dus jongens, we krijgen niet allemaal portretten. Ja, wat te pakken, ja? Ja, wat te pakken. Nog dat lachje erbij. Weet je, daar komt horror net. Iemand heeft echt gewoon serieus heel veel tijd gestoken in een schilderij van het meisje met een parel. En ik dacht van, hè? Er is nog iemand hier, oh, want vorige week heb ik natuurlijk gevraagd van, hey, zou iemand een familieportret van ons kunnen maken om in mijn nieuwe huis te hangen? En ik dacht, het is gewoon gedaan. Ja, maar goed te pakken daar, bro. Heel goed. Oh, nee. Nee. Wij promoten geen geweld. Dat gaan we niet doen. Ja, was ik de lullen. Vorige keer hebben we ook die dronken fights gekeken. In ieder geval, jongens, we staan niet achter geweld. Maar ja, soms gebeuren er gewoon grappige dingen. Kijk hier. Hij dacht al, wat wil je doen? Meneer, liggen. Ja? Hier, liggen. Ja, eroverheen hier. Koppen zal je. Ja, bro, ja. Besef hoe disrespect deze kick is, hè? Zeg maar die. Meneer, gaat u maar even binnen slapen. U zocht onderdak. Hier heeft hij onderdak. Oh, man. Crash, ik vind vegetarisch echt aantrekkelijk. QC. Hallo. Grazen. Ja, dat is van onze nieuwe format. Supergaande freestyle. En we waren aan het rijmen. En op een gegeven moment kwam ik dus met die moe grazen. Ja, echt een classic episode, jongens. En nu achter, voor. Achter, voor. Oh, jongens, dit is mooi. Oh man, dit is mooi. Dit zag ik niet aankomen. Achter. Ja toch, daar ben ik. Achter. Jongens, jullie zijn op niks, ja? Jullie doen stopjes, ik doe dansjes. Ik dans. Ik besef, hè, ik heb dus wel eens pogingen
in mijn leven gedaan om zo'n ochtendgymnastiek te doen op tv. Het werkt niet. Ik bedoel, ik heb ook een tijdje hard gegymd in de ochtend, dat ik gewoon elke ochtend naar de sportschool ging. Heerlijk. Maar thuis voor mijn tv, dan sta ik daar, dan staat zo'n mevrouw, ja, armen strekken. Been naar voren, been naar achter. Gewoon je bek. Nee man, geen zin in. Thuis werkt dat niet. In ieder geval, ik persoonlijk raak thuis niet gemotiveerd. Ik wil niet zeggen dat het niet werkt, maar voor mij werkt het niet. En ik ben dan toch zo snel afgeleid en dan denk ik snel van ja, wat is er nog anders op tv? Laat me gewoon een serie kijken. Zover mijn verhaal. Het boeit niemand, Stan remix. Oh jongens. Dit begint wel goed. Weet je wat het is, jongens? Altijd gewoon afgaan op je eerste ingeving. Dus je hoort het beat voor het eerst. Je moet niet eens denken van, oké, hoe zou ik hierop kunnen moven? Laat het gaan. Laat het los. Word één met de beat. Dans. Alsof je leven er vanaf hangt. Ja, dit was mijn move. Ik vond hem tof klinken. Ik weet niet welke genre dit precies is, maar het is weer een knap staaltje werk. Chapeau. Kielsie Schildering. Hey bro, dit is wel nice. Dit is... Bah. Ik vind het echt mooi, maar hoe kom ik ineens aan vier kinderen? Ik heb gewoon ineens twee zoons. Want dit is Michaela, Noela, Jeremiah. En dit is mijn nieuwe zoon dan. Ik heb ineens vier kinderen gewoon. Ja. Het kan allemaal, jongens. Het is 2021. Verder vind ik het wel echt mooi geluk, mooi jongens. Maar voor de duidelijkheid. Ik heb dus drie kinderen. Dit is zeg maar Jeremiah. En dit is Jeremiah toen die klein was. Ja, man. Gek. Maar bro, ook deze schilderij is welkom. Ik bedoel, het heeft ook weer een humoristisch iets, toch? Dat ik ineens vier kids heb, zeg maar. Ja. Sowieso, bro. Als je de tijd in hebt gestoken, moeite en zo, is het allemaal welkom, man. Dit ga je leuk vinden, Q. No. Dit vond ik niet leuk. De titel is incorrect. Kan aan mij liggen. Ha. Ik snap hem niet. Ik snap hem echt niet. Ha. Oeh, de koptelefoon is af. Dan weet ik wat dat betekent. We zijn bij het einde van de video. Ik wil jullie bedanken. Ik hou van jullie. Later. Ja. Ja, jongens. De Firestarter. Voor de mensen die nog niet wisten waar het vandaan kwam. Hier komt het dus vandaan. De Firestarter, jongens.